ziet hem misschien wel eens rijden door Ede. De servicebus. Soms is die misschien ook wel leeg, maar een grote kans dat deze bus vanaf nu wat voller is. Potentiële reizigers worden enthousiast. Wat maakt hem dan zo geweldig, deze bus? Dat je zo met een rollator naar binnen kan. En dat je geholpen wordt bij het in- en uitstappen en al die dingen meer. Ja. Wat vindt u van de hulp van de chauffeuse? Perfect. Ja, perfect. Geef ik 10 punten voor. Wordt goed geholpen. Want daar was ik altijd bang voor. En nou heb ik het een keertje gedaan en de chauffeur heeft me goed geholpen. En juist voor de angsten waar deze vrouw het over heeft, hebben de provincie Gelderland en onderzoeksbedrijf Flower Resulting diverse informatiebijeenkomsten gehouden in verzorgingstehuizen waar de servicebus langs rijdt. En daarin wordt van alles verteld. Wat we gaan vertellen is als eerste wat de servicebus inhoudt. Dus wat is het unieke aanbod van de servicebus? Hoe gaat de servicebus in zijn werk? Dat is eigenlijk het eerste gedeelte. En het tweede gedeelte gaat over de OV-chipkaart. We merken dat de OV-chipkaart vaak nog onbekend is voor een oudere doelgroep. Dus dan gaan we daarop in van hoe werkt het reizen met de OV-chipkaart. Want in een servicebus kun je reizen, betaal je met de OV-chipkaart. De servicebus rijdt sinds december op verzoek van onder andere de gemeente Ede en diverse zorginstellingen. De provincie Gelderland subsidieert deze bus. Momenteel zit het project van de bus in een proefperiode. En deze verloopt eind december 2015. Dan wordt het project geëvalueerd. Maar meer reizigers dan nu zijn van harte welkom. Ja, die kansen ze dan zeker wel dat de bus wordt opgeheven. Waren het niet dat de pilot tot stand is gekomen in goed overleg met de gemeente, met de verzorgingshuizen waar we langs rijden. Dus wie weet dat er dan nog andere mogelijkheden zijn om toch te continueren. Maar daar zit dan de redding dan nog, het geld van de gemeente en de verzorgingshuizen. Ja, daar zou dan de redding nog in zitten. We zetten natuurlijk als provincie wel in op het sociaal houden van het openbaar vervoer. Maar het moet ook maatschappelijk betaalbaar blijven. En die afweging moeten wij continu maken. Maar de afgelopen weken is al gebleken dat de bijeenkomsten succesvol verlopen. Angsten worden weggenomen en het aantal reizigers neemt toe. Maak je al veel gebruik van de servicebus? Nee, nog niet, maar ga het wel doen. En waar gaat u dan heen met de bus? Naar het ziekenhuis of naar het dorp. En na deze woordenwisseling vertrekt de bus, mogelijk op weg naar het dorp.